Eindelijk, ze zien verkrijgbaar nou. De enige echte schuimkespatjes. Klasse! Welkom bij aflevering 28 van Hanische. Deze is mijn vrouw en de meneer, die komen live langs. Die komen even op de film. Ik sta hier vast bij de kassa dat ik de eerste ben dat vrijdag uitverkocht is. Ik ben gebeld door de moeder van Jantje Smet of ik voor die artiesten uit Volendam een kaartje wil kopen. Ze willen allemaal komen, die jongens. En Jolanda zou alles afrekenen naar de wedstrijd. Maar ik weet niet of het in natura gaat. Ik geloof er niks van, want die zit ook bij Wesley. Met 2-0 gewonnen, dat was lekker zeg. Ze weten tenminste hoe ze de supporters van de tegenpartij moeten ontvangen. Met snert. Het was wel jammer dat er weinig worst in zat. Zo ontvang je gasten. En niet zoals bij MVV met stokken en schilden. Voor Hully was het wel een echte snertwedstrijd. Maar Mandenmaker stond zelf in de keuken. En die had de snert zelf gemaakt. Extra. En Sturing, een heerlijke week voor die jongen. Contract verlengd en scoren als verdediger. Een echte Nimweegse jongen. Even onder ons, Brokuus. Wil jij een lange piel even pinantisch nemen? Want deze was twee keer niks. En die ananas Hakkenbaar, die blief toch scoren. Dat was er weer de negende. Hij blief gevaarlijk. Ik las in VI dat Wilco van Schaik denkt dat wij niet trots zien op onze club. Maar wij zien heel trots. Supporters, jullie verdienen een dikke pluim. Door weer en wind, steenkoud weer. Toch de club aanmoedigen. Klasse. Tegenstander Volendam. Ik heb gehoord dat Kees Kwakman van Volendam is gestopt met roken. Hij mag de paling alleen nog maar inpakken. In de viswinkel van Annie Schilder. Heel even wachten. Hoe lang nog, Rai? Vrijdag gaan we winnen van Volendam. En ik hoop dat ik er volgende week weer bij ben. En dan gaan we knallen. Ik heb paling gegeten. Twee vingers in de neus winnen we. Ja, zie dat is mooi. Ja. Volendam heeft Milou, schone man, als fysiotherapeut. Daar zullen we vaker liggen op het veld. Maar we hebben wel echt gras en het ligt lekker warm. Voorspel nou niet zo bescheiden, maar ik ga er goed van 6-0 nou. De Rob en de Rover. Vorige keer liep ik in Volendam. Over de diek kom ik een vent met een tulband en een spijkerbed op zijn rug tegen. Ik zeg, u bent zeker fakir. Nee, zei hij, dat is de eerste keer. Verder is er weinig te doen in Volendam. Alleen de brievenbussen zien open.